Goedemiddag, hartelijk welkom vanuit een bijzonder zonnig Almelo voor het duel tussen Heracles Almelo en Feyenoord. Een belangrijke wedstrijd, zowel voor Heracles om de nacompetitie eventueel te ontlopen. En natuurlijk ook voor Feyenoord in de jacht op plaats 5, een positie die de Rotterdammers op dit moment innemen. Voor Feyenoord is er een hoop goed te maken na de desastreuze nederlaag eigenlijk op eigen veld vorige week. Toen er met maar liefst 4-0 verloren werd van FC Groningen. En Heracles, dat deed het juist overtuigend vorige week. Want er speelde met 1-1 gelijk tegen de rivaal hier uit de streek FC Twente in Enschede. Dit zijn de historische gegevens van de ontmoetingen tussen beide teams. De laatste winst van Feyenoord dateert van vorig jaar toen het hier 4-0 werd voor de Rotterdammers. Toen Heracles nog onder leiding van Peter Bos. Nu de verantwoordelijke technische man bij de Rotterdammers. Van een van de belangrijkste mensen van de afgelopen jaren. Een man die altijd klaar stond voor een Heracles Almelo. 165 wedstrijden. Een spannend lag hier. Ruim voor de wedstrijd op het veld. Een geste van de businessclub. En eerder vandaag uiteraard de aankomst van de bus. Niet uit Rotterdam, want Feyenoord was hier gisteren al aanwezig om te trainen op het kunstgras van Almelo. En Feyenoord heeft ook afgelopen week geoefend op het kunstgrasveld van Neptunus in Rotterdam. Erwin Koeman zorgde voor hem dus, wat betreft de resultaten, met name de laatste 4 weken, 4 wedstrijden. Want Feyenoord scoorde slechts 1 keer. Dat was overigens wel een doelpunt van Hooydonk dat direct 3 punten oplevert. Dat gebeurde in Arnhem tegen Vitesse. Vandaag moet het dus gewonnen worden door Feyenoord. Want voor de Rotterdammers wacht nog de confrontatie met Heerenveen in Friesland. En dat betekent dat als het verschil meer dan 3 punten is op de laatste speeldag, Feyenoord dan al zeker is van een plaats in de play-offs. Met als inzettende plaats bij de eerste 5. Rob Maas, vorige week geblesseerd geraakt. Oud Feyenoord in gesprek met John Metcalf. We zagen ook even dus Ruud Brood, de trainer van Heracles Almelo. Hij in het verleden in de jeugd actief bij Feyenoord. En dus de opvolger van Peter Bos. Afscheid wordt ook genomen van Peter Rekers hier voor het begin van de wedstrijd. Hij hier voor een hele tijd actief als verdediger. Volgens seizoen dus ook nog. Toen samen met onder andere Nico-Jan Hoogma steunpilaren in de defensie. Opmerkelijker is afgesproken, terwijl er hier nog driftig gesproeid wordt om het kunstgrasveld nat te maken, dat er halverwege de eerste en tweede helft even een korte drinkpauze ingelast zal worden. Want het kunstgras brengt met zich mee dat de temperaturen op het veld en met name net boven het kunstgras zo'n 5 graden hoger liggen dan ze normaal al zijn. En het is vandaag al bloedheet. Het is rond de 6, 27 graden hier in Almelo en dus is de temperatuur net boven het gras. Boven de 30 graden. De wedstrijd hier overigens vandaag onder leiding, terwijl we kijken naar Peter Rekers, van Jack van Hulten. Voor de 4e keer actief dit seizoen bij een thuiswedstrijd van Heracles Almelo. Ik sprak hem zojuist even en hij zei ja, het is puur toevallig. Voor de rest heeft hij er ook geen verklaring voor dat hij opnieuw een wedstrijd dus van Heracles hier op eigen veld gaat leiden. Hij vloog eerder onder andere de wedstrijden van Heracles tegen Utrecht. Die Heracles won met 3-0. Die tegen Willem II, dat werd 2-2. En die tegen Groningen, dat leverde een 1-0 zegen op voor de Groningers. Groot overigens ook dit seizoen Willem II Feyenoord. Wedstrijd die door de Rotterdammers met 5-3 werd gewonnen. Toen was er rood voor Team Dalli, net zoals deze van Hulten. Eerder seizoen in het duel tegen Willem II. Raymond de Vries, de aanvoerder vandaag van Heracles, rood gaf. Daar de Feyenoorders met Danny Buijs. Rondom zijn persoon ook het nodige te doen. Hij wil eigenlijk liever niet rechtsback spelen. Verkiest een positie rechts op het middenveld. Maar Koeman heeft aangegeven dat wat hem betreft Buijs zich moet focussen op de positie als rechtervleugelverdediger. Voor het komende seizoen vandaag zal Buijs aan de rechterkant op het middenveld spelen. Omdat Feyenoord met 3 verdedigers zal spelen. Gegeven het feit dat Heracles slechts 2 spitsen heeft. Brozovic en Feyenoord. Wacht eens op de opkomst van de beide ploegen.
De verwachting is ook dat het tempo waarschijnlijk niet al te hoog zal liggen. We zien dus ook de weersomstandigheden die niet al te geweldig zijn qua temperatuur. Enorme spandoek hier op de hoogte doen. Precies voor mijn neus. Vandaar dat ik mij even een paar meters hoger ben gaan staan. Om het een en ander nog te kunnen zien. Laten we hopen dat het spandoek zo dadelijk weer verdwijnt. Geweldige sfeer, maar dat zijn we inmiddels wel gewend hier in Almelo. Bij het thuiswedstrijden van Heracles, de club die dus voor het seizoen terugkeerde op het hoogste niveau. Erin bleef de na-competitie zelfs opliep. En dat is eigenlijk ook dit seizoen weer het gegeven. Maar dat zal Heracles goed afrekenen met de concurrentie. Met Excelsior dan een punt boven de Heracles staat en met RKC. ADO dus gisteren al gedegradeerd, dus directe degradatie dat... zit er in ieder geval niet meer in qua negatieve tendens voor Heracles. Laten we eens kijken naar de opstelling van de thuisploeg. Met Piekenhagen in de goal, met Boatschi die terugkeert van een schorsing als rechtsback. Buitens en Bosma in het centrum. En Clavan is de linksback bij Heracles. Kwanza, dan de Vries die Maas vervangt op positie als verdedigende middenvelder. Brici achter de spits en Schilder vanaf links en de beide spitsen. Rob Brandt en Igor Blusevic. Blusevic die vorige week zo'n mooie goal maakte uit bij Twente. Niet alleen een mooie goal, dus ook een belangrijke. Als hij vandaag scoort, Pierre van Hooijdonk, wordt het zijn 125e goal in de Eredivisie. Een mijlpaal dus voor de spits van Feyenoord. Feyenoord zoals gezegd met drie verdedigers. Timmer in de goal, Buis rechts op het middenveld. Vlaar, Bahia en Drenthe achterin. De Rijk, Schreuder en de Guzman, de andere middenvelders. En voorin het trio Kastelen, Charisteas en Van Hooijdonk. Feyenoord, de smet van vorige week, de 4-0 nederlaag op eigen veld tegen FC Groningen. Wedstrijd van Boetsen. En met Tom ook. Hij gaf aan dat hij gisteravond nog even met broer Ronald getelefoneerd heeft. Om die te feliciteren met de 2-0 zegen op FC Twente. FC Groningen, NEC, AZ, Vitesse en een belangrijke wedstrijd ook voor ons is deel 2, Heerenveen. Wacht eens op Jack van Hulten. Gehaald worden en dat lijkt nu gebeurd te zijn. Dus gaan we ieder moment aftrappen nu. Vorig seizoen won Feyenoord met 4-0 in Almelo. Slechts één van de doelpuntenmakers van toen is er vandaag nog bij aan Rotterdamse kant. Zijn naam Romeo Kastelen. Overigens nog zonder treffer dit seizoen namens Feyenoord. Maar dat heeft veel te maken met de blessure die hem een groot gedeelte van dit seizoen kwart heeft gescoord. Eerste actie van Trent en die gaat er makkelijk langs bij Bahia. En bijna de goal. De redding uiteindelijk van Vlaar. Bijna de droomstart voor Heracles Almelo. Goeie actie van Trent. Die Bahia wel heel erg makkelijk zijn hielen laat zien. En dan is het Vlaar die de situatie redt voor Feyenoord. De corner van Schilder. Komt achterin. Timmer, maar half. En Feyenoord wankelt. Direct in de eerste minuut. De knal van Schilder. En dan is het Van Hooijdonk die weg kan werken. De trap van Schreuder naar voren. Dan het begin van de thuisploeg hier in
het eigen Almelo. De lange bal van Clavan richting Friend. De buitenring bij Vlaar en die krijgt de vrije trap mee. Maar hij is op tijd om binnen te houden. Maar de voortzetting is niet goed. Timmer die er volledig naast zit. En dan kan Kluzevic zijn voet niet goed achter de bal krijgen. Anders was het 1-0 geweest. Kluzevic wordt meegegeven. Schilder. Wordt gezet op huis. Van Clavan. Richting Kluzevic die verlengt. Friend komt er niet aan. Bahia haalt weg. Opnieuw Friend. Dan even de rust. Voor Feyenoord. Van Hooijdonk. Hoflaar, belangrijk dus. Direct in de openingsfase met zijn ingreep. Feyenoord temporiseert even na dit moeizame begin van Rotterdamse kant. Eerste duel in Rotterdam eindigde overigens in 0-0. Everton had misschien wel een penalty moeten krijgen vlak voor tijd. De beste kansen waren toen voor Feyenoord. Drenthe in de combinatie met Van Hooijdonk. De bal is precies goed. Drenthe met de voorzet. Over alles en iedereen heen. Kastelen alsnog. Kastelen. En die schiet tegen Clavan op, waardoor Ricci weg kan werken namens Heracles. Friend komt er niet aan ditmaal tegen Vlaar. Schreuder. Drenthe. Geen hens, zegt Van Hulten. Van Hooijdonk dus. Namens Feyenoord. De Guzman. Opnieuw Jonathan de Guzman. Van Hooijdonk. Schreuder is ingeschoven. Van Hooijdonk. Drenthe. Voor het eerst in deze wedstrijd even wat langdurige balbezit namens Feyenoord. Nu Brood, zijn ploeg heel dicht bij de openingstreffer in de eerste minuut. Zwakke inworp van Drenthe en de zwakke paas van Schreuder, daarop volgend De Vries. Wansa krijgt de bal niet, maar nu wel. Aangeven van Friend. De Vries. Bosna. Buitens aan de rechterkant is Bouwachi doorgeschoven. Bahia. Schreuder. Lastige de bal voor Drenthe. Wansa. Raymond de Vries heeft tijd. En Erwin Koeman staat opgebarend aan te geven dat Feyenoord door moet schuiven. Zich niet moet laten inzakken. Clavan. Kluzevic. Wansa. Goed de blok gezet. Althans, dat leek zo. Maar er wordt gefloten voor een overtreding op Roos van Drenthe. Daar had het wel wat van weg. Erwin Koeman. Toch even aanpassingsprobleem dus voor Feyenoord op het kunstgras. Ondanks het veelvuldige trainen afgelopen weken op die ondergrond. Kastelen en Clavan. De vrije schop is er voor Feyenoord. Overtreding van de Est. Ruim 6 minuten op de klok. Voor het eerst dat Feyenoord
massaal opduikt voor de goal van Martin Piekenhagen. De indraaiende bal van Drenthe. Royston Drenthe. De bal komt achterin. Nee, het is te scherp. Eenvoudig gepakt door Piekenhagen. Buitens. Hij mag een aardig stukje opbouwen. Nog steeds Jan Buitens. Wansa. En dan gaat het terug richting Bosnaar. Die laat het aan Piekenhagen. Vorige week in de 9e minuut was het een lange bal. Maar hij dus niet scoorde. Paar geef van Friend tegen Twente. Klavan. Met een versnelling. Dat is verrassend aan de linkerkant. Klaar zit er half naast. En dan is er een redding van Timmer op inzet van Frank nodig om de 1-0 te voorkomen. Het begint allemaal bij die geweldige versnelling van Ragnar Klavan. De voorzet wordt half verwerkt door Vlaar en valt dan voor de voet van Frank, die Timmer niet weet te passeren. Goede ingreep van de doelman van Feyenoord. Indraaiende corner. Nee, kopkans voor Bosnaar. Feyenoord oogt kwetsbaar bij hoge ballen. Bosnaar kan hier redelijk vrij koppen, maar vindt de weg tussen de palen niet. Timmer op zoek naar Van Hooydonk. Wansa als laatste. Van Hooydonk, Schreuder, Van Hooydonk. En dat lijkt me Hens van Ricci. Dan wordt ook voor de grote. Van Hooydonk met de snel genomen vrije trap. Bal lag blijkbaar stil. Hij vindt Kastelen. Die zou de actie moeten maken in duel met Klavan. Dat doet hij ook. Dit is een hoekschop. Veel lengte bij Feyenoord voorin. Met Charisteas, met Van Hooydonk, met Bahia, met Vlaar. De corner van Drenthe. Veel te dicht bij Piekenhagen komt die bal uit. En de doelman van Heracles met een snelle uitwoord. Richting Brigi. Brigi met de Guzman. Geen overtreding. Dat is goed gezien door Van Hulten, die aangeeft dat het een schouderduw was van de Canarees. Buis. Kastelen. Met de versnelling langs Klavan. Kastelen. Paasje, de glijpartij bij Charisteas. Alsnog de 1-2, maar de bal valt precies tussen Van Hooydonk en Kastelin. En dus is Heracles weg. Raymond de Vries. Beweging bij Kloezebiets naar de buitenkant. Schilder. Brigi. Opgevangen door Bahia. De Guzman en nog een keer Bahia. Bosnaar. Buis. Charisteas met de rustige controle en de goede voortzetting. Van Hooydonk. Paas van Van Hooydonk richting de Guzman. Buitens laat zich bijna verrassen. Het is dat Piekenhagen attent is. Zwakke actie van de jonge Belgische centrumverdediger Jan Buitens. Het blijft onbestraft. Lucevic. Mooie aanname. Lucevic. Friend met het hakje. Lucevic. En dan de Rijk. Trap naar voren van Schreuder. Bosnaar wint van Charisteas in de lucht. Het is een bijzonder aardige wedstrijd tot zover. Met twee ploegen die er vol voor gaan. Paas van Buitens. Doorzien door Vlaar. Schreuder. Charisteas tot bij Van Hooydonk. Van Hooydonk richting Kastelen, geen buitenspel. Goede aanname, dan zit er nog snelheid in.
En dat gebeurt. Romeo Kastelen, de langs bij Klaval, maar dan is de bal te ver voor zich uitgespeeld. En is het Piekenaar die redding brengt. Schilder. En de Vries met ruimte. Rigi. Met de Rijk. Rigi. Aangetikt door de Rijk. Nee, Vin van Hulten. Het is wel een inloop voor Heracles. Hij laat veel toe. Jack van Hulten. Waarom ook niet? Zoveel was er niet aan de hand. Klavan. Gaat ver. Trent. Niet in de rug gelopen door Bahia. Het spel gaat verder met Brigi. Het schot met links van Brigi recht op Timmeran. Drenthe. Voet bij Van Hooydonk. Drenthe. Mag doorschuiven. De Koersman vraagt. Trekt het gaatje waardoor Kastelen helemaal vrij staat aan de rechterkant. Kastelen, de Guzman, uit de bal. In plaats van vol door te halen. Feyenoord komt meer in de wedstrijd. Zoveel is duidelijk. Na het angstige begin van Rotterdamse kant. Boachi. Mag zomaar doorsteken. Dat is uiteindelijk gestuurd door Schreuder. De Vries. Buitens. Guzevic. Vansa, Guzevic met Bahia. De Braziliaan is natuurlijk sneller en heeft geen overtreding gemaakt. Schreuder van Hooydonk met het overzicht. Buis. Kastelen. Weer de langs bij Klavan. Romeo Kastelen. Klavan in de achtervolging. Duikt weer voor hem op. Kastelen. Charisteas, Kastelen. Danny Buis. En de kopstoot van Charisteas vindt geen medespeler. De Vries. Luzovic. Nu van achter op de hielen getreden door Bahia. Applaus. Een beetje cynisch van het publiek, omdat Van Hulten weinig meegeeft aan Heracles tot zover, maar hij fluit in de geest van de wedstrijd. Veiligheid mag, over de scheef niet. Boachi. Dat is een zwakke bal van de man die gehuurd is van Ajax, maar daar niet hoeft terug te scheren. Maar daar niet hoeft terug te keren, in tegenstelling tot zijn ploeggenoot Robert Schilder, die wel weer zich mag melden in Amsterdam vanaf 1 juli. Buitenspel voor Kastelen. Beide ploegen met 7 punten in de laatste 6 duels. Voor Heracles is dat oké te noemen. Voor Feyenoord wat minder. De lange trap van Bosnaar richting Friend. Kwanza. Van Hooydonk. Goed ertussen. Drenthe laat zich de bal ontfutselen door Kwanza. Brent. Feyenoord mag gooien via Van Hooydonk. Drenthe. Schreuder. Misverstand met Van Hooydonk. Buitens, Kwanza, Van Hooydonk, net niet, De Vries, Buitens. Friend, gezocht en gevonden. Brigi, Friend, Kwanza. Mag rustig aan de bal komen. Hij heeft ook een aardige voortzetting in huis, Friend. Schilder, in combinatie met Friend en dan is Buis de storende factor.
Bosnak. De voeten van de Guzman. Kluis. De Guzman. Beweging bij Kastelen. Het is gezien. Kastelen. Romeo Kastelen. Trek naar binnen. Charisteas. Gaat allemaal breed. En dan de opening aan de linkerkant. Richting Drenthe. Drenthe. Tot de bal voorlangs. Saidi zit overigens niet bij de selectie van 18 aan Feyenoord kant. Als hij goed genoeg was, dan had hij er wel bij gezeten. Zo zei Erwin Koeman vooraf. Lucius is op de weg terug, maar is er nog niet bij. Ekrami geblesseerd. En ook Hofs. En Green er natuurlijk niet bij. Rotterdamse kant. Kluzevic, Schreuder, Ricci, Guzman staat ertussen. En die de Rijk van Hoordon. En de overtreding. Met Bolatje. Ja, niet echt lekker aangespeeld door de Rijk. Pierre van Hoordon. De overtreding van Hoordon en de vrije trap dus voor Heracles. Hier Robert Schilder. Schilder. En Friend. En de kopbal van Franza die ruim over de goal gaat. Friend mag wel aannemen, maar wordt redelijk kort gedekt door Vlaar. Dan Franza. En die wordt naar buiten gedwongen door Schreuder. Schot niet echt gevaarlijk. Duidelijk voor Heracles. Daarna kwam Feyenoord wat meer in de wedstrijd. Nu is het Heracles wat weer een beetje druk zet bij Vlagen. Vlaar Kastelen. Charisteas. Guzman. Die kan uithalen. Kan ook de combinatie zoeken met Kastelen. Opnieuw de Guzman. Dan het schot van Buijs. Dat gesmoord wordt door Schilder. Die ook in tweede instantie ertussen zit. Dan is Buijs iets te wild ingegaan en is er een vrije trap voor Heracles. Trap van Klavan. Friend. Lucevic. Mag aannemen, mag ook pasen tot bij Frank. Frank en daar is de goal. Zijn eerste, maar wel een hele belangrijke. Heracles op een 1-0 voorsprong. Doelpunt te maken, Rob Frank. Wat mag er vrij aangenomen worden? Eerst Frank die makkelijk wint van Bajia. Dan Kruzevic. Rustig verlengen. De aanname van Friend is briljant met de borst. En dan in één keer legt hij hem zomaar voor zijn rechter. En haalt hij van woestend uit. Timmer ditmaal kansloos. Heracles op voorsprong. Kunnen worden voor Feyenoord, als dat al niet was. Heracles is een ploeg die zeker op eigen veld weinig weggeeft. En Koeman en Feyenoord dus duidelijk in de problemen. Wederom ziet het er qua defensie niet goed uit aan Feyenoord van Lucevic. Schreuder. Geen overtreding van Plant en dus Brigi met Klaar. Goed, maar dan heeft Buijs te veel ruimte nodig. Die kleunt er twee keer stevig in, dat mag. Schilder met Danny Buijs. En die gooit hem zomaar over de zijlijn. Natuurlijk is het een vrije trap voor de Buijsbrief. Maar Buijs begrijpt in ieder geval wat er nodig is. Wat veel
felheid aan Feyenoord kan niet dat slappe verdedigen. Het is een goede ingreep van Vlaar. En dan Buijs. Eén keer met het blok. Twee keer. En dan uiteindelijk in derde instantie in de fout. De overtreding van Danny Buijs. Uiteindelijk bestraft. En dus de vrije trap. Voor Heracles van Hooydonk. Doet daar nuttig werk. Kovacic. Aristeas verwerkt die bal matig tot zwak. Busevic, nog een keer Aristeas. Boanchi. Muitens. Bahia. Trap van Timmer. Onzuiver. Henk Timmer en Feyenoord. Dat al 57 goals dit seizoen in de Eredivisie tegen heeft gekregen. Busevic. Bahia. Busevic. En de overtreding. Een drinkpauze ingelast door Jack van Hulten, zoals van tevoren aangegeven. Halverwege de eerste helft. Omdat de temperaturen, zeker op het kunstgras hier in Almelo, bijzonder hoog zijn. Ja, het publiek heeft dat van tevoren niet te horen gekregen. Vandaar wat lachende gezichten op tribunes. En een aantal mensen op de tribunes denken er ongetwijfeld hetzelfde over. Die zouden ook wel even een drinkpauze willen. Maar ja. Dat zit er niet op. De tijd om u wat tussenstanden te laten zien van de andere velden. De klok loopt overigens gewoon verder hier in het stadion. Natuurlijk ideaal voor Erwin Koeman deze drinkpauze om spelers wat beter neer te zetten. Met name achterin. Van deze drinkpauze die van tevoren aangekondigd was door scheidsrechter Jack van Hulten in verband met de hoge temperatuur is dat Erwin Koeman zijn spelers met name achterin beter neer kan zetten. Bahia mag de vrije schot nemen waar hij hem een tweetal minuten geleden mee heeft gekregen, namelijk praktisch op de achterlijn. Van Hulten heeft zijn klok wel even stilgezet. En drukt zijn topwatch nu weer in, waardoor we weer gaan voetballen. Prima initiatief, prima idee om geen risico's te nemen met deze temperaturen. De lange bal van Buijs, Aristeas, van Hooydonk, de goesbal van Hooydonk. Het zag er in ieder geval lopenswaardig uit, deze aanval van Feyenoord. Van Hooydonk. Frank Piekenhagen verre van in de problemen. De Rijk. Timmer. Aristeas. Kastelen. Lijkt zich wat te verstappen daar. Aristeas. Buijs. Kastelen. Weer Danny Buijs. Voorzet naar links van Buijs. De Boesman. Piekenhagen met een snelle voortzetting. Boacci. Schilder. Klavan weer aan de linkerkant. Daar is hij al een keer behoorlijk dreigend geweest. Nu de langs bij Buijs. Klavan is de voorzet ook goed. Bal komt achterin en daar staat Busevic vrij. Maar zijn opstoot is niet hard genoeg om Timmer in probleem te brengen.
een prima actie van Ragnar Klavan. De Guzman is de bal kwijt. Verretraf van Piekenhagen. Gluzevic tussen twee man. Van Hooijdonk, half. Buitens. Banza. Bouwachi. Simpel van voetbal. Bouwachi en Bahia die weghaalt. Van Hooijdonk. Timothy de Rijk. Drenthe. Goed opening. Schreuder, de Rijk. Bal kan wat harder. Om het tempo in te houden. Vlaar. Buis. Paas van Buis is goed richting Charisteas die verlengt. En dan valt die bal er weer tussen. Tussen Van Hooijdonk en de Guzman. Kovacic. Bahia. Luigi. Niet boven namens Heracles. Guzevic. Buitens. Het hoofd van Wolfelaar. Buis. En nu ruimte voor Kastelen. Als het snel is, is het 2 tegen 2. Kastelen. Charisteas. De Guzman is doorgelopen, maar de Griek verspeelt de bal aan Klavan. Buis met Schilder. Schilder als winnaar. En nu dus in Heracles. Schilder. Opening over de hele richting Brigi. Karim Brigi. Rozovic en Ferent in de punt. Bal gaat richting Gluzevic, Bahia haalt weg. Van Hooijdonk laat zich in de lucht aftroeven door Kwanza. Luigi, bal leek niet op de zijlijn te zijn geweest. Schreuder. Charisteas, Van Hooijdonk. Zoekt Kastelen. Vindt hem. Prima opening. Romeo Kastelen. De Guzman. Geen controle. Wel een corner via Schilder. Combinatievoetbal lukt het Feyenoord niet echt om gevaar te stichten. Misschien dat een standaard situatie uitkomst brengt. De hoekschop van Drenthe. Wegwerken door Buitens. De Guzman. En dan schiet hem al buiten omdat twee man geblesseerd zijn. Eén van de twee is Van Hooijdonk. De ander is Bosman. Met de koppen tegen elkaar. Het voorhoofd van Hooijdonk. Het achterhoofd van Bosman. Ja, wat Bosna daar doet, kan eigenlijk niet. Bosna pakt Van Hooijdonk in de nek, zo'n beetje. Het is niet gezien door Van Hulten. Maar ja, nu ligt er wat ruimte, tenminste, achterin. Opbouw bij Schreuder. Van Hooijdonk in de weg gelopen door Van Hulten en dus kan Heracles profiteren. Bouwachi
Paas van Brigi is niet goed richting Frank. Drenthe. Bouwachi, Vansa, Bouwachi, Schreuder. Die wel graag door wil schuiven naar het middenveld, maar vooralsnog iedere keer alle zeilen bij moet zetten. Centraal achterin. Buzovic, Friend. Friend, wordt geblokt door Bahia van Hooydonk. En Bouwachi, veel feller, veel attenter. De voorzet van Friend richting Buzovic, weggekopt door Vlaar en dan Schilder. Buijs haalt weg. Maar iedere tweede bal is tot nu toe voor Heracles, waardoor de ploeg van Brood druk houdt. Daar in Brigi. Friend, Brigi. Het eindigt bij Timmer. Kastelen. Buijs. Buijs aangepakt. Hetzelfde geldt voor Charisteas. En dus is de vrije trap van Feyenoord. Even een tikje van Schilder. En een tikje van Bosnar. Richting de Griek. De Rijk. Met wat ruimte. Gevangen nu door Raymond de Vries. Paas van de Rijk is niet goed. Bosnar ertussen. Heracles, het ziet op dit moment goed uit, dus de beoogde 15e plaats. Virtueel gesproken al. Wolfelaar. Van Hooydonk. Buiten het kop weg. Bouwachi. Timothy de Rijk. Van Hooydonk. Wordt teruggedrongen. Dat is goed gedaan door Vansa. Vlaar. De Guzman. Vlaar. Er gaat veel fout aan Feyenoord kant. De lek is nog niet boven na de 4-0 nederlaag in eigen huis tegen Groningen. Zo is duidelijk na ruim een half uur in Almelo. Armpje in de nek van Charisteas van Bosnar, niet gezien. Bahia, Drenthe. Echte felheid is er niet bij Feyenoord. Felheid die er bijvoorbeeld wel was bij Wijnaldum. 16-jarige debutant voor weekend. Van Hooydonk. Guzman, nee. Afgetroefd door de Vries. Guzman weer terug. De Vries opnieuw. Schilder. Buzovic. In twee mislukt. Omdat Vlaar ertussen zit. Namens Feyenoord. Buitens. Ja, schoot niet om. Over de as door te schieten. Van Hooydonk. Charisteas. Van Hooydonk. Klaar. Lastig raar gespeeld. Altijd. Voorzet van Vlaar, Bosnar, De Vries, Brigi, Schreuder, Charisteas, Schilder en de rust bij Heracles met Klavan die Gluzovic vindt. Spitsen bij Heracles zijn iedere keer goed aanspeelbaar in tegenstelling tot die bij Feyenoord. Duel door Bahia in de rug van Rob Friend. Hier ligt niet zoveel aan de hand. Schilder. Buzovic.
die mag zomaar doorlopen. Nu is het Vlaar die daartussen zit. Bosnar met Charisteas. Australië wint. En die Bosnar. Bosnar met de knal die hier naast staat. 11 maal bezieling brengt tot nu toe veel meer gewicht in de weegschaal dan misschien een surplus aan techniek aan Feyenoordkant. Charisteas. De Rijk was goed gegeven. Bahia, Schreuder. Maar dan. Het is allemaal statisch bij Feyenoord. Weinig openingen, weinig ideeën. Charisteas, die kan een keer vrij aannemen. De Guzman. Drenthe, niemand die zich aanbiedt. Nu wat beweging bij Schreuder. Daar gaat het dan ook naartoe en die heeft ruimte. Schreuder. Charisteas. Weer Schreuder. Danny Buijs. Kastelen. Een individuele actie van hem zou Feyenoord misschien in de wedstrijd terug kunnen doen. Brengen. Nu op deze manier. Ongetwijfeld veel ontevreden gezichten bij de meegereisde fans uit Rotterdam. Friend. Klaar. Henk Timmer. Van Hooydonk. Komt er niet aan. Boachi. Luigi kan. Kwanza. Blijft makkelijk weg bij Drenthe. Friend. Boachi. Schreuder ertussen. Van Hooydonk. Lastige bal. En Buijs raakt Schilder vol in het gezicht. Spel gaat verder. Friend. Klaar. Schilder, ja, die heeft dermate veel last van die bal die hij het gezicht kreeg van Buijs, dat hij zelf de bal over de zijlijn schiet en even om een behandeling vraagt. Kijk maar eens naar het gezicht van Robert Schilder, die dus terugkeert bij Ajax na dit seizoen. In zwart-witte dienst bij Heracles. Hier de knal van Buijs, onbedoeld, maar wel steenhard in het gelaat van Robert Schilder. Een bloedneus bij Robert Schilder na die kanonskogel in zijn gezicht van Danny Buijs onbedoeld. Heracles even met 10 man. Vorige week ging dat overigens mis in die fase. Toen het met 1-0 voorsprong tegen Twente. En toen Maas naar de kant ging en bleef. De trap van Piekenhagen. Friend. Drenthe ertussen. Rigi. Half, de Guzman. Schilder kan weer terug. En dus is Heracles het nu wel schadevrij doorgekomen. De onderkalsituatie. Bahia. Schreuder. Schreuder richting Charisteas. Piekenhagen, die nog amper iets te doen heeft gehad. Veelzeggend. Met ruim 40 minuten op de klok. Lucevic op aangeven van Friend. Lucevic. En dan De Rijk. Ja, had behoorlijk wat tijd, maar zoveel tijd nou ook weer niet. De paas van Timothy De Rijk richting Kastelen. Kastelen. Met Klavan. En ook nog Bosnar. Het lijkt me een hele klus om daar op de goede manier uit te komen. Het lukt dan ook niet. Bosnar. Richting Friend. Friend wint dat duel. En dan is er geen overtreding van Bahia.
Slimme aanname van Rob Friend. En Bahia wordt aangesproken door Erwin Koeman van... Breng nou eens wat tempo in de wedstrijd. Bouw eens wat sneller op. Brigi. Piekenhagen. Buitens. Lucevic. Hele verre trap van Timmer. Schiet door bij Garisteas van Hoydonk. Bal langs de Guzman. Wijnaldum loopt zich nu warm. Hij de enige die een voldoende haalde vorige week in Feyenoordje. Toch opvallend dat hij niet in het basiself start, maar Koeman gaf aan van tevoren van ik kies voor mijn boutiniers, die moet het toch ook kunnen. Buitens. Lucevic. Bahia. Van Hooydonk. Garisteas. Van Hooydonk. En dan weer eenvoudig ertussen, Brigi. Schreuder. Vlaar. Vlaar richting Van Hooydonk. Die vindt Garisteas. En dan Van Hooydonk opnieuw. Hij heeft wat moeite om de bal te controleren. Buis. De Guzman. Veel mensen terug bij Heracles inmiddels. De voorzet van de Guzman. En Piekenhagen. Geen enkel probleem. Friend Lucevic weggelopen bij Schreuder. Nu opgevangen door Vlaar. Lucevic. Vlaar blijft uitstekend aan de bal kijken. Dat heeft Heracles wel een corner op. Tik opgelopen in deze wedstrijd. Komt er nog een mokerslag overheen op slag van rust. Timmer bokst weg. Schreuder haalt uiteindelijk weg. Kastelen als enige voorin. In de rug gesprongen. En dan staat Leek zo door Bouwachi. Nee, vindt Van Hulten. Brigi. Aan het slot van een eerste helft waarin Heracles de dominante ploeg is. Bahia. Te laat gereageerd door Drenthe. En door Schilder. Schilder met links en de redding van Timmer. Het verschil tussen Heracles en Feyenoord is in de eerste helft dat men aan Almeloze kant veel en veel feller jaagt op iedere bal. En met veel meer inzet speelt. En zo win je wedstrijden blijkbaar. De Rijk. Paas van de Rijk is goed. Garisteas, nee, net te hoog. Garisteas geeft aan Van Hooydonk. Die helpt even mee. Maar het is gewoon een doeltrap natuurlijk. Dus heeft dat niet zoveel zin. Henk Timmer. Hij heeft wat last van de rechterarm, zo lijkt het. Bahia legt die bal neer en dan is Drenthe te laat. Kan Schilder de bal voor zijn favoriete linker leggen, maar is het schot ongevaarlijk. Drenthe. Buitens. Verlengd door de Vries. Brigi. Bahia. Buis. Dat is normaal gesproken een ijzervreter, maar zelfs die is niet zo fel als normaal. Kijk eens hoe Bosma eenvoudig kan koppen. Kastelen. Nou zit hier dan wat in van Feyenoord. Kastelen van Hooydonk. Zoekt de Guzman. Het is Buitens die weghaalt. Drenthe. Mooie beweging waarmee hij Lucevic uitspeelt. Maar dan Bahia. Iedere keer inhouden. Drenthe. Schreuder. Dat is een goede bal. Garisteas, maar die staat buiten spel.
te zien. Twijfels. En in dat opzicht heeft Feyenoord dus ook geen geluk. Want de vlag ging direct omhoog. 2 minuten extra tijd erbij aan het einde van de eerste helft. Waarin Heracles de bovenliggende partij is. Buitenspel voor Rob Friend. Erwin Koeman zal ongetwijfeld in gaan grijpen in de rust. Buis. Het laatste fluitsignaal van Jack van Hulten. Een zuur gezicht bij Erwin Koeman. Dat heeft alles te maken met het matige presteren van Feyenoord in de eerste helft. Heracles leidt volkomen verdiend door een vrije treffer in de 20e minuut van Rob Friend met 1-0 halverwege. U bent terug in Almelo. U kijkt naar de benen. En nu ook naar het hoofd van Jorginho Wijnaldum. 16 jaar jong. Hij gaat in de ploeg gebracht worden door Erwin Koeman. Hij, de enige aan Feyenoordkant die vorige week in de met 4-0 verloren thuiswedstrijd een dikke voldoende haalde. Toch koos Koeman ervoor om routine op te stellen en Wijnaldum op de bank te laten. Tot aan het begin van de tweede helft. Want het loopt voor geen meter aan Feyenoordkant. In deze wedstrijd op bezoek bij Heracles Almelo. De 1-0 achterstand is er. Feyenoord heeft weinig kunnen brengen in de eerste helft. In aanvallende zin. Achterin niet echt de scherpte. Het middenveld wordt bij Vlaar overlopen. En voorin wordt er dus weinig afgedwongen. Ja, en dan speel je een bijzonder moeizame wedstrijd. Timmer nu even bij Jorginho Wijnaldum. Timmer de aanvoerder om hem in ieder geval hard op de riem te steken. Jorginho Wijnaldum wordt door zijn ploeggenoten een hart onder de riem gestoken. Hij mag vandaag als invaller laten zien dat het vorige week geen incident was toen hij zo goed speelde tegen Groningen. Kijk, Erwin Koeman. Die Wijnaldum eventjes onder zijn hoede nam. Hetzelfde geldt voor Tuut. Tweede helft aan Feyenoordkant. Jorginho Wijnaldum, de enige die vorige week een dikke voldoende haalde bij Feyenoord toen ze met 4-0 van Groningen verloren. Komt Timothy de Rijk vervangen aan het begin van de tweede helft. De helft staat op het punt van beginnen. Eén wissel aan de zijde van Feyenoord. Jorginho Wijnaldum, de 16-jarige die het vorige week zo goed deed tegen Groningen, is de vervanger van Timothy de Rijk. Klaar. Buis. Kastelen. Wijnaldum met zijn eerste balcontact. Bosnaar. Tussenstanden zijn goed voor Heracles. Maar niet van Feyenoord, want Heerenveen, u hoorde het, staat met 1-0 voor in Tilburg bij Willem II. Bahia, in ieder geval met wat meer drive naar voren. Direct in het begin van de tweede helft. Charisteas, Bahia, de Guzman. Goed gedaan, Jonathan de Guzman met ruimte. De Guzman kan zomaar doorlopen, maar speelt de bal ook te ver voor zich uit. Bosna haalt weg, Lucevic. Schilder in de sprintduel met Buis. Schilder, makkelijk langs Danny Buis. Schilder, ja, met links kan hij aardig uithalen. Goed hij ook. En de redding van Timmer is briljant. Maar komt zijn met afvallende bal. Lucevic met de kop en dan Friend. En dan is het niet 2-0, want Friend staat buiten spel. Het begin van de tweede helft is hetzelfde als het begin van de wedstrijd. Direct een enorme kans voor Heracles. Timmer die de treffer voorkomt. En dan is het hier inderdaad buitenspel voor Rob Friend en is de beslissing de juiste.
heeft aangegeven dat hij niet echt een rechtsback is. Nou, hij werd makkelijk eruit gelopen, uitgepasseerd door Schilder. Schilder nu met Wijnaldum. Schilder met de voorzet en Bahia die weghaalt. Heracles gaat gewoon door op de ingeslagen weg van de eerste helft. Met felheid, met goed attractief combinatievoetbal. Nu Clavan met rechts. Ja, dat is niet zijn favoriete been. Maar Feyenoord wankelt opnieuw. Kwanza. Kwanza kapt Schreuder uit. En de punten van Kwanza gaat over de goal van Timmer. Maar wie Peptoor meer zin heeft gehad in de rust is wel duidelijk. Die van Ruud Brood. Want Feyenoord loopt direct alweer achter de feiten aan. En we zijn koud 2 minuten bezig in de tweede helft. Charisteas. De Vries. Kwanza. Bahia. Met twee benen, het mag. Buis. Charisteas. Wijnaldum. Clavan. Attent. De Guzman. Vallend er wel tot bij Charisteas. Wijnaldum. Jorginho Wijnaldum. Aardige beweging. Maar grosso modo is hier weinig opgeschoten. Kastelen. Geen hens van Clavan. Althans, daar wordt niet voor gefloten. Schilder. Trent. Een overtreding op Robert Schilder. Eddie Bosnar met de lange bal. De hele tijd onderweg, maar toch de rustige aanname bij Friend. Opnieuw Friend. Bobacci. Ook met die drang naar voren, de rechtervleugelverdediger. Brigi. Wegkoppen door de Guzman. Bahia. Van Hooydonk. Charisteas. Geraakt door Wuitens. Hij had snel genomen. De Guzman. Kastelen. Buis. Inworp voor Danny Buis. Bosnar. De Vries. Kastelen namens Feyenoord. Langs Clavan. Nu een goede voorzet. Romeo Kastelen. Bal komt goed. En Van Hooydonk. En de goal. Pierre Van Hooydonk. Hij de enige die in de laatste 4 wedstrijden het doel wist te vinden in de Eredivisie namens Feyenoord. Brengt de Rotterdammers goed in de tweede helft op gelijke hoogte. De briljante voorbereiding van Romeo Kastelen en Pierre Van Hooydonk met zijn 125e Eredivisie goal. Met de gelijkmaker. Kastelen langs 2 man geglipt. De voorzet op maat naar Van Hooydonk. Verlengt die bal prima richting tweede paal. Piekenhagen komt er net niet voldoende aan. En zo staan beide ploegen op gelijke hoogte. Pierre Van Hooydonk de doelpuntenmaker. Opnieuw Van Hooydonk. En opnieuw Kastelen. Zo'n beetje direct vanaf de aftrap. Kastelen. Van Hooydonk. En dan is Charisteas onderuit gegaan. Maar is er weinig aan de hand. Ja, een mijlpaal voor Van Hooydonk, nummer 125 in de Eredivisie. Klaar. Schreuder, klaar. Eens kijken of Feyenoord nu wat zelfvertrouwen krijgt door die gelijkmaker. Maar Heracles direct de kans had in het begin van de tweede helft om naar 2-0 uit te lopen. En dat niet gebeurt, slaat Feyenoord hard toe. Charisteas. Nu wordt via Bosnar. En een Koeman. Met de aanwijzingen. Charisteas. Drenthe. Charisteas. En die staat buiten spel. Ja. Het oog. Toch wel bijzonder onhandig. Wat Drenthe en Charisteas daar ten uitvoering geven. Erwin Koeman, dat is in ieder geval een opsteker, die gelijkmaker. Maar qua spelbeeld
is het nog niet veel met Feyenoord tot zover. 1 punt voorsprong op Heerenveen als het in Tilburg en in Almelo zo blijft. De vrije trap voor Heracles Almelo. Feyenoord houdt alleen Garisteas voorin. Echt voorin. Buitens. Ricci. Pierre van Hooydonk. Uitermate belangrijk. Na het schitterende voorbereidende werk van Robio Kastelen. Hij met de gelijkmaker. Trap van Timmer, van Hooydonk. Garisteas. Makkelijk weg bij Buitens. Ineens loopt het bij Feyenoord. Garisteas gaat neer, maar wordt niet aangetikt. Het is slechts een hoekschop. En Boacci speelt de bal. Wordt ook niet geïnterpreteerd als een zwalbe van de Griek. Kijk maar, Garisteas en dan Boacci. En geen strafschop. Voor het eerst dat we de Feyenoord-fans horen hier in Almelo. De Guzman, Piekenaar. Met de snelle slingeruitworp tot bij Schilder. Schilder met Buis. Die in het begin van de tweede helft al een keer makkelijk uitspeelde. Nu is Buis de winnaar en die krijgt weer nog mee op. Schreuder. Timmer. Vlaar. Van Hooydonk. Lijkt me Hens van Boacci. Dat is het ook. Van Hooydonk neemt de vrije trap snel. Dat is slim. Wijnaldum. Virginio Wijnaldum. En zijn maatje Drenthe. Overtreding, Boacci. Heracles zit even in de mindere fase na die gelijkmaker van Feyenoord. Moet oppassen dat het niet direct opnieuw tegen de tikkie aanloopt. Drenthe met de vrije schop. Buis, ja, die beklimt Kluzovic zo'n beetje. Brent met de borst, niet op bij Brigi, de Guzman, Henk Timmer. Buitens. De Guzman, die lag al op de grond en speelt de bal alsnog met de rechtervoet tot bij Buis. Actie die ook in het circus misschien op applaus zou kunnen rekenen. Schreuder. Nou, de buitenkanten zijn afgesloten. Voor ook geen aanspeelpunt. Vandaar de terugweg richting Timmer. En de noodgedwongen lange bal nu van de aanvoerder van Feyenoord. Van Hooydonk. Garisteas. Garisteas doet dat goed, maar alsnog Bosnaar ertussen. Kastelen. Kastelen. Schilder zat er uitstekend tussen. Bosnaar. Rob Friend. Klaar, roept Gent op en zet Wijnaldum aan het werk. Wijnaldum, Garisteas. Nou, wie haalt eruit? Kastelen, maar die doet dat niet al te overtuigend. Heracles is wat aangeslagen na de gelijkmaker van Feyenoord. En kijk eens wat een ruimte er ligt voor de Rotterdammers. Garisteas en dan Kastelen, die dit natuurlijk beter moet doen. Van Hooydonk. Dat is een listige bal. Die is hoog. Clavan als laatste. Handjes thuis allebei!
inworp voor Heracles. Robert, kom dieper. Brood en Kruse. Schilder. Schilder en de Guzman even met een misverstand. Risteas. En Buitens namens Heracles. Kovacic. Vrije man in de opbouw. Drenthe moet daar naartoe. Kovacic. Jan Wuitens. Lucevic. En Friend. Daar. Die wordt voor Heracles. Hier op Lucevic. Met Bahia. Lucevic. Via wat omzwervingen uiteindelijk de Guzman. Met de tegenstoot van Feyenoord. De Guzman van Hoydonk. En de Guzman is doorgelopen. Voorin Charisteas, die helemaal vrij staat. Charisteas, maar de bal is niet goed. En dus Piekenhagen. Iets meer scherpte bij Feyenoord. En het staat 2-1 voor de Rotterdammers. Waarschijnlijk schrok Feyenoord zelf en met name Jonathan de Guzman van de ruimte die er lag. Klaar. Drenthe, de Guzman. Het loopt ineens bij Feyenoord. Heracles is van de leg. Een goede paas op maat. De Guzman en dan Charisteas die bal vraagt. Maar de voorzet is te scherp. Buitens. Lucevic. Makkelijk weggedraaid bij Bahia die hem licht vasthoudt. Lucevic. En dan is het klaar uiteindelijk. Geen voordeel. Schreuder van Hoydonk. Boratje terug te maken. Kwanza. Kwame Kwanza. De Ghanese op snelheid. Kwanza met Vlaar. En Vlaar speelt de bal. Mooie versnelling van Kwame Kwanza. En dan Vlaar net op tijd met de linkervoet. Heracles gaat zo dadelijk wisselen. Tangen gaat in de ploeg komen. Logische en verstandige wissel. Hoekschop van Schilder. Valt hij goed? Nee, Bosnar. Leek die bal te kunnen koppen, maar het is de voet van Charisteas die voor opruiming zorgt. De wissel aan de zijde van Heracles. Karim Ricci wordt naar de kant gehaald. Speelde uitstekend tegen Twente. Vandaag in de eerste 45 minuten. Zijn vervanger heet Stefan Tangen de Belg. Iets meer rust aan de bal met Tangen in de ploeg aan Heracles kamp. Hoofd van Friend en Timmer. Tangen die ook de aanval en inspiratie van de Guzman wat moet bedingen. De verre trap van Timmer richting van Hoydonk. Boacci. Kwanza. Lucevic. Tangen voor het eerst. Schreuder tot bij Vlaar. Platan. Vlaar. Kastelen. En Vlaar. Charisteas. Kastelen. Is aardig gespeeld. Nu het vervolg nog. Romeo Kastelen. Paasje is goed richting Charisteas. En dan is het Piekenhagen in twee keer die de voorsprong voor Feyenoord voorkomt. Eindelijk een prachtige aanval van Feyenoord kant. Maar het doelpunt blijft uit. Paas precies op maat van Romeo Kastelen. En dan Charisteas die gestuit wordt door Piekenhagen. Boacci. Lucevic en Friend. En Kwanza met het schot. Timmer. Aanvalsgolf naar aanvalsgolf. Beide kanten op. Hele leuke wedstrijd. En een blessure nu bij Kwanza.
Gerard Kranza geblesseerd blijkbaar. En die knal en de redding van Timmer. Vier goals dit seizoen voor de Ghanese. En de meeste spelers laven zich nu. Want zij is weer overeind inmiddels. De laatste uitnederlaag van Feyenoord dateert van 11 februari. Toen er hier een tiental kilometer verderop verloren werd bij FC Twente. Sterk, zeker in de eerste helft, Ragnar Klavan, maar verdedigend, toch wat minder, getuige ook de Feyenoord goal. Panza, De Vries, Boatje, Stefan Tangen met Schreuder, voorzet van Tangen, weggehaald door Vlaar. Drenthe met voldoende tot bij Van Hooijdonk. Klavan, Wijnaldum. Dat is goed. Charisteas. De Guzman. De Guzman. Kastelen met ruimte. En dan moet je hem over het algemeen niet geven. De 1-2. Kastelen. En dan uiteindelijk het wegwerken. Op onorthodoxe wijze door Bosnaar. En dat valt nog goed uit ook. Friend. Friend met Vlaar. En dan is er niets aan de hand. Van Hulten laat heel veel toe. Mannelijk voetbal propageert hij. Het is wel heel mannelijk. Bahia. Bahia. Ook hij ineens met de geest. Van Hooijdonk. Drenthe. De Guzman vrij. Charisteas. Die heeft opening in huis. Bahia die staat daar buiten spel. Ongetwijfeld heeft Erwin Koeman aan de Braziliaan laten weten dat hij eens wat meer door moet schuiven. Maar vandaag, en met name in deze situatie, schuift hij iets te ver door. Vlaar, maar half. En dus Tangen. Tangen. Oh, mooi het overzicht gemaakt en de goal van Kuzovic. Uit het niets komt Heracles op een 2-1 voorsprong. Want Feyenoord werd sterker naar de gelijkmaker. Een prachtige actie van Stefan Tangen die het overzicht bewaart en Kuzovic in staat stelt om zijn vierde goal te maken en zijn vijfde goal is schitterend. Kijk naar Tangen, geen buitenspel en Kuzovic met links, verwoestend. Voor de 50ste keer scoort hij in de Eredivisie, Igor Kuzovic. Vorige week scoort hij de 0-1 tegen FC Twente, nu maakt hij er 2-1 van namens Heracles. En zo kan Feyenoord van voren bij beginnen. Op. Schreuder. Van Hooijdonk, het openstapje. Charisteas. De Guzman. André Bahia. Die was even weg. En dan zijn een aanval aan de inspiraties. Ja.
Mensa op wilskracht. Bosnak. Zojuist die bal van achteruit. En nu weer Brent. Tange, Brent. En Tange. Boezewits vraagt, maar zover komt het niet. Schreuder, de Boesman. Tot bij Drenthe. Aan de rechterkant nu in de verdediging en Bosnaar aan de linkerkant. De Guzman. Lastig aangespeeld. En dus ook geen goede voortzetting richting Schreuder. Kwart wedstrijd nog voor Feyenoord. Om de tweede nederlaag op rij te voorkomen. Ja, alles wat een zwart-wit hart heeft hier springt momenteel. De verplichte drinkpauze, daar zullen zij ongetwijfeld ook wat behoefte aan hebben, maar de sfeer zit erin aan de Heracleskant. 2 minuten pauze. De goede goal van Rob Friend. Daarna de goede goal van Hoordonk voor in de tweede helft. Na goed voorbereidend werk van Kastelen. En dan Vlaar, die onbedoeld Tange bedient. En het afmaken is goed door Boezewits. De verre trap van Piekenhagen. Vlaar, die die bal onbedoeld tot bij Tange brengt. En die bewaart het overzicht. En dan is het voor Boezewits niet al te moeilijk om die bal diagonaal binnen te schieten. En Heracles op voorsprong te zetten. Treffers dus de 125e Eredivisie goal voor Van Hoordonk, de 50e voor Gluzevic. Maar die 50e van deze Igor Gluzevic zou wel eens een hele belangrijke kunnen zijn. Het zou Heracles 3 punten kunnen geven. Het zou betekenen dat Feyenoord op gelijke hoogte komt qua punten met Heerenveen. Maar de Rotterdammers hebben een zelfs negatief doelsaldo en dat van Heerenveen is zwaar positief. Dus zal Feyenoord misschien wel, als Heerenveen geen averij oploopt bij AZ volgende week en Feyenoord wint van NEC, moeten winnen in Friesland. Zover is het nog niet. We gaan weer verder. Schreuder. Tukkeland is Feyenoord matig gezien. Dit seizoen nederlaag dus bij Twente. En nu de 2-8 stand tegen Heracles. Van Hooydonk. Wijnaldum. En weggerost door Bosnak. Speel je de bal niet door het midden. Daar hebben we toch ook al wat lengte staan. Buis. Die zoekt niet iedere keer de kleinste man. Te weten Kastelen door de lucht. Friend.
Schilder. Bahia terug tot bij Timmer. Schreuder gaat er zo dadelijk uit. Stijn Huizigums wordt zijn vervanger. Dat betekent dat het feit dat bij twee buitenspelers en twee echte spitsen gaat spelen. Bosnaar. Schilder. Wijnaldum, Kastelen, de Guzman, die spelen richting Charisteas. Net voldoende Boacci. Smit. Kluzevic houdt die bal binnen en kan hem zomaar meegeven aan Kwanza. 2 tegen 2. Kwanza langs Schreuder. Vrij staat Frent. Nou, Frent, doet hij het? Nee. Hij doet de bal, maar hij staat buiten spel. Voor de tweede keer in deze tweede helft. Nog Frent. Ja, het is millimeterwerk. Millimeterwerk dat Feyenoord helpt in deze situatie. Nummer 16 over het Schreuder op het veld. En zijn vervanger is natuurlijk ook Stijn Huizigums. Huizigums de vervanger van Schreuder. Feyenoord 1-1 achterin. En met dus twee buitenspelers en twee echte spitsen. Charisteas en Van Hooydonk naast elkaar in de punt. Kastelen vanaf rechts, Huizigums vanaf links. Offensieve kan bijna niet. De Bosman. Buis. Wijnaldum. Prachtige beweging waarmee de Vries uitspeelt. Ook Schilder is hij kwijt. Wijnaldum. Kastelen. Kastelen. Huizigums zijn eerste balcontact. En de buiteling na het duel met Boacci. Geen twee man. Buzovic draait weg bij Bahia. Tangen. Nou, Grant. Nu weer buitenspel. Nee, nu niet. Maar nu komt de bal er ook niet. Het moet het noodgedwongen doen. Het speelt 1-1 achterin. Het speelt met vier aanvallers in de jacht naar een gelijkmaker of meer. Trap van Timmer richting Van Hooydonk. Ja, die wordt meedogenloos in de rug gesprongen door Smit. Jonathan de Guzman. Bal komt achterin. Maar die vrije schoppen en ook die corners die zijn ondermaats van de jonge Canadees. Smit. Kwanza. Boacci. Nee, waar getikt door Huizigums. Het spel gaat verder. Guzovic. Boacci. Kwanza. Mooi 1-2 tussen Kwanza en Boacci. Emmanuel Boacci met de voorzet te hoog voor Friend. Buis. Timmer. 3 tegen 3. Naar Bosnaar. Met de bal naar buiten richting Klavan. De bal valt over Buis tot bij Guzovic. Handbal van de Servië. Hij geeft dan aan dat hij geduwd werd of waar. De vrije schoppen nu was genomen door Buis. Charisteas. Drenthe. Wijnaldum. Virginio Wijnaldum van Hoordon. Gestuurd door Klavan. Piekenhagen. Ruim een kwartier nog. Het is buigen of barsten. Of de 3-1 valt, dan is het gebeurd. Voor Feyenoord. Of de Rotterdammers komen terug. Inworp via Drenthe. Voorzet van Drenthe richting Van Hooydonk. Bal schiet door. Kastelen had toch wat meer attent dichter op Klavan moeten lopen. Zo maak je het Heracles. Is het wel buitenspel? Kijk naar Friend. Kijk op het moment van Pasen. Het is geen buitenspel. En dus wordt Heracles hier een goal onthouden.
en misschien wel de beslissing in de wedstrijd. Rockfriend. Eén keer wel buitenspel, maar één keer ook niet. Dit had de 3-1 moeten zijn. Maar hij wordt het niet. Schilder. Friend. Schilder. Schilder wel met Buis. Robert Schilder. Tangen vraagt die bal bij de tweede paal. Bal is veel te scherp. De wissel bij Heracles. Dusevic heeft al lang gezien dat het bordje met zijn nummer omhoog staat. Maar hij neemt de tijd. Kijk, nu wordt hij erop gewezen door Bahia. Ja, de Serviër is een eerste klas paneelspeler. Maar hij maakt ook een waanzinnig belangrijke goal. Publiek met een staande ovatie voor Igor Dusevic, de maker van de 2-1, gaat naar de kant. En zijn vervanger heet Everton. En zijn vervanger zal verlaten nummer 19. Everton, Ramos, Da Silva. Everton, overigens de topscorer van Heracles met 8 goals dit seizoen. Feyenoord, het heeft nog een klein kwartier. Bahia. Moet achter zijn eigen bal aan. Banza, Banza en Timmer houdt Feyenoord in de wedstrijd. Buis had weg. Buis, Everton voor het eerst. Everton, langs de Guzman, Everton, Friend. Drenthe, ten haak door Everton en de vrije schop voor Feyenoord. Ja, de meeste kansen zijn toch ook in de tweede helft voor Heracles Almelo. Goal afgekeurd, onterecht. En hier Kwanza en Timmer, die ondanks het feit dat hij tegen de zon in kijkt, prima de redding maakt. Charisteas van Hooydonk. Een ander balletje, Huizigums. Huizigums met Bobacci. Huizigums. Huizigums met de voorzet en Kastelen komt er net niet aan. Er werd gehinderd door Klavan. Buis. Niet meer dan inworp. Danny Buis. Feyenoord leeft nog. Met hangen en wurgen. Vlaar. Daar staat niemand. Met Tangen. Komt niet al te verstandig weg. Drenthe. De Guzman. Ja, die wordt daar rood onderuit geschoffeld door Kwanza. En dat is een aardige positie voor een vrije trap. Zeker met een aantal specialisten in huis. Pierre van Hooydonk. Hij maakte de 1-1 met de kop. Maakt hij de 2-2 met de voet? Tijd geleden schoot hij dit soort vrije trappen met de ogen dicht binnen. Pierre van Hooydonk. Wordt het 2-2. Van Hooydonk, oh de paal en Piekenhagen en dan Huizigums, nog een keer Piekenhagen en dan valt die bal er niet in. Het zit Feyenoord niet mee in deze situatie. Kijk naar de vrije schot van Hooydonk, Piekenhagen is gepasseerd. De paal staat er 2-2 in de weg. En dan is het Piekenhagen die met meer geluk dan wijsheid kan redden. Huizigums kan het niet afmaken en dan in de kluts gaat de bal over de goal. De indraaiende hoekschop. Komt achterin. Van Hooydonk legt terug. Everton haalt weg. En Van Hooydonk laat die bal over de achterlijn lopen. De hoekschop is daardoor het gevolg. De corner van Royston Drenthe. En Piekenhagen. Schilder. Kastelen moet mee verdedigen. Hij als eerste terug met zijn snelheid. Buis.
Alles staat nog voorin. Nou, Buis, de lange bal. Richting Charisteas. Wegkoppen door Smit. Kwanza. Weg is weg. Maar ja, er staat nog 10 minuten op de klok. Het is een geweldige wedstrijd hier vandaag in Almelo. De spelers hebben waarschijnlijk geen enkele last van de enorme hoge temperatuur op het veld. Er gaan er vol voor. Vlaar van Hooijdonk verlengd achter Charisteas, bocht de bal neer. Bosnaar. Everton. Met Vlaar. Everton. En Tange. Geen buitenspel. Stefan Tange met de beslissing. Althans, daar mag je van uitgaan. Maar het is opnieuw Henk Timmer die Feyenoord in de wedstrijd houdt. De paas op het juiste moment. Geen buitenspel voor Stefan Tange. De vrije doortocht. En dan moet de Belgen toch afmaken. Maar het is opnieuw Henk Timmer met een geweldige redding die dat voorkomt. Hoekschop Schilder. En Timmer. Komt die bal zo'n beetje van het hoofd van Friend. Vlaar. Lange bal van Vlaar richting Van Hooijdonk. Van Hooijdonk verlengd. De Boesman komt er niet aan. Smit haalt weg. Boacci en Kwanza. Kwanza zet de klap. En Boacci haalt weg. Schilder. Lavan. Lavan levert in. Bij Kastelen. Die heeft hem al een keer zijn hielen laten zien. Kasteleur slaat hem door en dan is het Clavan die zijn eigen fout herstelt. En uiteindelijk is het een doeltrap. Ja, mooi om te zien hoe Clavan net op tijd terug is om Charisteas de scoringskans te opnemen. Jammer dat de wedstrijd maar 90 minuten duurt. En op deze manier mogen ze onder een uur doorgaan. Wat een spektakel. Overtreding van Friend tegen Danny Buis. Plaaggeest, die Rob Friend. Voor Feyenoord. Vlaar. Van Hooijdonk. Het is Smit die als laatste de bal raakt. Kwanza. Met Huizerums. Kwanza. Everton. Aangepakt, maar de voordeel goed toegepast door Van Hulten. Kwame Kwanza kan doorlopen. Kwanza. De voorzitter scherp voor Frank. Ja, als je zoveel kansen mist, dan is het een ongeschreven wet dat je het negativisme over jezelf afroept. In dit geval het tegentreffer van de tegenpartij. Voorzitter, net iets te scherp van Kwame Kwanza voor Rob Friend. Schilder krijgt de vrije schop mee over de tweede kastelen. De publiek in Almelo gaat massaal staan. Het weet dat dit de fase is waarin Heerbaas eigenlijk door zou moeten drukken. Friend? Nee, weer Timmer. Ja, die ziet heel wat op zich afkomen. De aanvoerder van Feyenoord, Henk Timmer. En weer met een geweldige reflex voorkomt hij de goal. Maar hoe lang gaat het er goed voor Feyenoord? Hoe lang blijft Feyenoord nog in de wedstrijd? Het lijkt wel of Heracles achter staat. Met zoveel druk naar voren speelt de groep van Ruud Brood. Door Bahia, zijn landgenoot.
Henk Timmer. Beste man bij Feyenoord vandaag. Dat zegt weer heel veel. Wordt het Smit of wordt het Schilder? Smit met de vrije schop en die gaat erin. En dat is de beslissing. Marnix Smit. Thank you.
trap genomen. Everton. Door Erwin